Mijn horeca carrière is begonnen bij uh, mijn ouders thuis. Alle hotels bij elkaar optellen en voetballen, dan zitten we over de 200. Hij werd verkozen tot de meest markante horeca-ondernemer van Amsterdam. Werd genomineerd voor de Pan Asian Awards en hij is mijn gast. Sibo Lin, welkom bij 7 TV. Ja, Sibo, van harte welkom. Uh, Dank je wel. Laten we bij die Pan Asian Awards uh, uh, beginnen. Hoe, hoe belangrijk is zo'n award voor jou? Uh, nou, voor de duidelijkheid, ik heb dat woord niet gewonnen. Nee, dat las dat ik, ik ook. en zo. Ja, ja. Uh, wat natuurlijk al een. Uh, waar ik dankbaar voor ben en ja. al een hele eer is. Ja. Uh, ik denk dat het uh, uh, voor mij persoonlijk. Uh, ja, dus een. Uh, voor die zichtbaarheid en, en een, to een toch stukje erkenning. Ja, dat, dat is altijd mooi natuurlijk. Maar ik denk ook gewoon voor. Uh, ik heb zelf kinderen, dat, dat, dat zij groeien, dat een bepaalde bewustwording komt over. Uh, een, een bepaalde groep uh, mensen van een andere etnische achtergrond, dat dat er wel goed is en zo. En dat die bussvorming, uh, dat ik daarom kan bijdragen, uh, is heel mooi. Ja, want er zijn ook, uh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld, als je het thema bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers pakt, hè, dan heb je zeg maar, aan de ene kant heb je vrouwelijke ondernemers die vinden het heel belangrijk, die zien zichzelf ook als rolmodel. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, onzin, uh, ondernemen is ondernemen en het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dus dat zou je, als je kijkt naar multiculturele... Uh, uh, zaken, zo'n Pan-Asian Award, heel duidelijk propositie. Je zou ook kunnen zeggen van ja, want dat, dat moet eindelijk geen onderscheid maken, weet je wel. Ik bedoel, uh, ondernemerschap is ondernemerschap, maar jij vindt dus wel degelijk dat de focus op die afkomst, op zeg maar, het in de spotlight zetten van Asian talenten en ondernemers, dat is dus wel van belang, zeg jij. Het biedt een extra podium, denk ik, aan een groep mensen die misschien eerder sowieso vanuit culturele aspecten minder zichtbaar zijn. Mm -hmm. uh, de Aziatische cultuur geeft natuurlijk... Uh, je wordt opgegroeid om op wat stiller te zijn, wat meer uh, te luisteren. Er is veel hiërarchie, zo zijn we allemaal een beetje opgegroeid natuurlijk. Ja. Uh, dus die extra podium is eigenlijk wel mooi als je het hebt inderdaad over van, uh, specifiek over ondernemen. Denk van nou ja, je, je, als ondernemer zijn moet je, moet je uh, maakt niet uit van welke etnische achtergrond je zou moeten zijn. Nee. Dat, dat, dat moet niet bepaald zijn of iemand een goede ondernemer is of, of niet. Nee. Uh, heb je de last van profijt van merk je dat je anders wordt behandeld omdat je een aziatische achtergrond hebt? Ik denk wel dat uh, uh, het heeft ook een beetje te maken denk met welk deel van het land je zit en zo. En, uh, uh, ik denk in het de meest stedelijke deel van Nederland dan, dan is men ofwel iets meer geweld, uh, gewend aan het multiculturele. Ja. Uh, andere delen misschien wat minder. En uh, uh, dus vanaf, welke, uh, vanaf welk perspectief wordt het bekeken? Mm. Uh, maar als je het hebt over uh, 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 hoe, hoe wordt er naar gekeken? Ik denk dat dat aan de ene kant heel positief kan zijn. Aan de andere kant, uh, uh, je hebt in het begin voor mijn eigen gevoel... toch altijd eerst eventjes de tijd nodig uh, uh, zodat mensen ook aan jou wennen. Ja, ja. En dan gaan mensen toch ook een beetje misschien kijken van... oh, wie is hij? En... en, mm. en, en uh, ja, mensen zoeken elkaar natuurlijk heel erg op. Hè? Als je een beetje dezelfde achtergrond hebt of yeah. dezelfde humor of ja, mm -hmm. je, je, je kunnen niks aan doen, maar mensen denken in hokjes. En als yeah. je eventjes niet in zo'n hokje past, <laughs> uh, dan moet je dan gaan ze in het begin een beetje analyseren. Oké, okay, yeah. maar wie hebben we dan voor ons? Ja. Maar daar ben je gewoon ook soort van aan gewend dat dat zo is. Uh, ja, eigenlijk vanaf uh, ja. Ja, je hele jeugddoel. Laten ja. dus. nou, we dus heel even terug naar die jeugd. Want zo meteen gaan we je Imperium helemaal. Want ik bedoel, je zit er bescheiden bij. Maar je bent behoorlijk uh, aan de weg aan het timmeren al flink wat jaren. In de, in de hospitality hoek noem ik het maar even. Ja. Uh, waaronder prachtige projecten, zoals de Food Hall in Amsterdam en een paar prachtige hotels. Uh, dat wil ik alles vanaf weten. Maar even beginnen bij, bij de bron. Want het is bij, bij je oude luibe een beetje begonnen, hè, toch? Ja, dat klopt. Uh... Ja, mijn horeca carrière is begonnen bij uh, mijn ouders thuis. En, uh, ik kom uit een uh, uh, ja, horeca ondernemersgezin. En uh, nou ja, mijn ouders zijn uh, nou, in ieder geval mijn vader ruim 45 jaar geleden naar Nederland gekomen. In een periode dat uh, ja, de exotische keukens iets meer in opkomst waren. Zo. En waaronder een van die keukens uh, was de chinees indische keuken. Zo. En uh, na een aantal jaar werken. Uh, ja, is mijn vader ook ondernemer geworden en ook een, uh, ja, is een zaak gestart en zo. Daarin is hij op een gegeven moment verder doorgegroeid en uh, ja, we gingen van een kleine zaak naar uh, een grotere zaak. Dus een zaak werd verkocht, uh, een grote zaak, uh, daar gingen we naartoe en vanuit daar bouwde hij verder en dat ja, ging zo voort. En waar was dat? Uh, nou, ik ben meerdere plaatsen opgegroeid en zo, maar gestart in uh, etten uh, dus in Brabant, ik ja, ja. heb in Oosthout gezeten, ik heb in Nijmegen gezeten. Uiteindelijk zijn we helemaal terechtgekomen, helemaal in de Achterhoek, in Doetinchem. Oh, serieus? Ja. Maar dat had te maken met het ondernemende van je pa, die elke keer weer wat nieuws kocht, verkocht, of hoe, hoe Waar zat dat verhuisdrang, uh, waar komt die vandaan? Dat je op verschillende plekken woonde? Nou, ik, ja, hij kwam natuurlijk vanuit, uh, uh, ja, als, als immigrant met weinig. En uh, hij wil ze natuurlijk ook hier vestigen voor... Beter leven voor, zich, uh, voor zichzelf, maar eigenlijk ook wel voor de volgende generaties. Ja, voor jou. Ja. ja. En uh, daarbij had hij ook wel een drang om een, een bepaald beeld bij van oké, okay, nou, uh, wat is dan belangrijk? Uh, belangrijk is natuurlijk uh, een takboden voor je hoofd, een goed leven. En wel, wat heb je natuurlijk goed, nodig voor goed leven? Dat is ook financiële middelen, natuurlijk en zo. En uh, dus ja, een van zijn drijfveer was of ik moet voor mijn gezin zorgen. En uh, als ik daardoor uh, met deze stappen die ik zet uh, een betere financiële positie uh, uh, voor mijn gezin kan halen, dan ja. Ja, nam hij die, die stap. Ja, en hoe groot was het gezin? Uh, ik heb uh, nog een uh, zusje en een broertje. Die, die, zijn, allebei, zijn, drie thuis. die zijn allebei jonger? Die zijn allebei jonger, ik ben de ja, oudste. De oudste broer. Ja. En wanneer was, uh, want je bent netjes gaan studeren. Hè, dus je bent niet je pa, zeg maar, klakkeloos achterna gelopen van hé, hey pa, nou neem ik het van jou al over en ik blijf uh, in die restaurantbusiness. Uh, je bent gewoon netjes gaan studeren. Ik heb uh, de Erasmus Universiteit gedaan in, uh, in Rotterdam. Uh, en daar heb ik bedrijfskunde gestudeerd. Um, ja, wat ook wel, uh, ja, ons thuis ook wel belangrijk werd gehad. Dat, uh, Goeie studie. Goede studie. Goede um, studie. En tegelijkertijd, uh, uh, ja, een goede studie werd geacht als een goede basis, basis voor, voor uh, je toekomstperspectief. En zo. Ja, ja. Is dat ook zo? Um, nou ja, ik, voor, voor mijn geval, uh, ik denk dat ik heel veel in mijn studie ook heb uh, gehad qua uh, mensen die je kennen, als, als netwerk. Uh, het, het vormt je ook in ieder geval uh, qua, qua je denkpatronen, je ja. denkniveau. Ja. Dus wat dat betreft, uh, zeker. Ja. Mm. Hey, en je, want als uh, al toen je nog vrij jong was, heb je ook veel gewoon gewerkt. De, is best wel het clichébeeld van het restaurant, pama, en, uh, en, en jij gewoon, uh, zeg maar, in de afwas of achter de bar of gewoon aan de aan de bak. Ja, ik ben op jonge leeftijd om 12 al, bij mijn ouders begonnen in de zaak. En uh, uh, ja, wat doe je dan op zo'n leeftijd? Dan, dan pak je de klusjes die het die, die makkelijkste uh, op te pakken zijn, dat ja. is uh, glazen spoelen, <laughs> ja. uh, is afwassen. En daar begin je dan mee. En uh, vervolgens, uh, op een gegeven moment, uh, zie je ook wat meer dingen uh, die achter de bar bijvoorbeeld gebeuren. En als er niemand staat om, om, uh, om die bestelling van een biertje te tappen, nou, dan moet je gevraagd van oké, okay, kan je ook een biertje tappen? Dan moet je op een gegeven moment leren. En zo gaat dat voort naar uh, meer taken en meer verantwoordelijkheden. Uh, en toen de studie gedaan, wanneer was het eerste uh, zeg maar ondernemersmoment voor jou? Wanneer kwam dat? Uh, nou, ik heb ook een, 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 een uitstapje gemaakt in de, met de compagnon een compagnon, een klein schoonmaakbedrijf begonnen. Yeah. En, uh, dat tijdens was je studie of daarna? Tijdens mijn studie ook. En uh, dat was eigenlijk ook mijn uh, eerste ondernemersmoment. Hmm. En, want dat, werd ook, dat is echt een bedrijf geworden, ook hè? Dat is een, een best wel een bedrijf geworden. Ja. Uh, ik heb samen met hem op een gegeven moment, uh, vanuit niets, zijn we een, een bedrijf gestart. Uh, er was ooit. Uh, 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 mijn kampioen was iemand die eigenlijk bij ons in de zaken van mijn ouders kwam, uh, kwam eten en, en door de jaren heen ja, raakte en praat met mensen. Uh -huh. En uh, hij had altijd wel een ambitie om, om voor zichzelf te beginnen. Hij was twintig jaar ouder dan ik. En ik had door het ondernemerschap van mijn ouders thuis had ik ook van ze een beetje een, een ondernemerschapsstrang. Ja. En ooit was het dan uit het, het geintje geboren: uh, uh, Oh, ja, misschien moeten we samen dan eens een iets uh, doen. En dat was eigenlijk meer een geintje. En uh, op, op een dag kwam die uh, interessant bij ons en had een krantenknipsel. En het krantenknipsel stond in van uh, Schoonmaakbedrijf te koop. En oh. Ik zeg, en nu? Heb je nog steeds uh, interesse om sa dit samen te doen? En uh, misschien moeten we dan hier achteraan. En zo is het eigenlijk op een gegeven moment gegaan. dat We, uh, 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 we zijn in gesprek gegaan met, met de verkoper. En uh, we zijn op een gegeven moment ook een heel traject ingegaan. En uiteindelijk werden we ook uh, uh, ja, als een van de laatste kandidaten... ook uh, uh, in dat proces uh, uh, gevraagd om een bot neer te doen. En uh, dat hebben we ook gedaan onder voorbehoud... Uh, want daarna zijn we ook naar de bank gegaan. En bij de bank kwamen we op een gegeven moment ook wel uh, snel achter dat, dat dat niet zo makkelijk was. En, en, uh. Uh, dus ik kreeg het niet voor elkaar. En dat had natuurlijk ook met mijn, mijn, mijn leeftijd te maken. Ja. Uh, de historie van mijn kampioen, uh, die nog nooit uh, ontnemen was geweest. <laughs> en uh, weinig eigen uh, financiële middelen. Ja, 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 ja. Ja, want, uh, dan wordt een bank, die wordt er nee. niet zo enthousiast van. <lacht> <Nee>. <lacht> dus dat werd hem eigenlijk niet. Nee. En, uh, uiteindelijk is ja. Uh, stopte daar uh, het hele traject. Ja. En um, ja, ik ben op een gegeven moment ook gewoon dat verhaal gaan vertellen uh, aan een uh, gast bij ons in het restaurant. En die zei van ja, maar waarom ga je niet naar de kamer verkopen? Dan schrijf je gewoon in. Ja. En ik zeg en dan, ja, dan moet je klant zoeken. Ik zeg ja, oké, okay, maar ja, dan moet ik even kijken. Ja, waar vind ik die dan? Ja, weet je wat? Ik word je eerste klant. En ja, zo is het op een gegeven moment het baltje gaan rollen. Ik weer terug naar mijn kampioen. En uh, ik vertel het verhaal. Hij zegt ja, ja, waarom niet? Laten we het doen. En zo, zo, zo is dat traject eigenlijk een beetje gestart. Vanuit en, een en geintje. Dus met, 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 als geintje hebben ze twee gestart. En waar monden het in uit? Waar hebben we het dan over qua schaalgrootte? Hoe groot werd dat bedrijf? Um, wij hebben toen op een gegeven moment na een aantal jaren, uh, uh, een step over aantal mensen bijvoorbeeld. Of ja. zo. Wij zaten tegen de 50 mensen aan die bij ons in dienst was. Niet fulltime hoor. Ja. Uh, in het schoonmaak wordt ook heel veel parttime gewerkt. En, dus uh, we, we kregen wel redelijk, uh, redelijk formaat aan, uh, aan het bedrijf. Werd het wel. Ja, maar heb je het dan over tonnen omzet of miljoenen omzet? Nee, uh, over tonnen. Over tonnen, ja. oké. Okay. Ja. Heb je dat schoonmaakbedrijf uiteindelijk verkocht of wat is daarmee gebeurd? Uiteindelijk heb ik het verkocht aan mijn, uh, mijn compagnon. Ah, oké. Okay. Ja. Dus die is van: ga jij er maar mee door, ik stap eruit. Ik stap eruit en uh, ga verder in hospitality. En hoe heb je toen de eerste stap in hospitality gezet? Uh, dat is eigenlijk uh, op, de, op de Hotel Acacia in Amsterdam. Uh, en dat is, uh, ja, was toen tijd, uh, uh, toen het overgenomen werd, een, een, een klein hotelletje, 14 kamers. Uh, dat is inmiddels helemaal ge-rebrand. Uh, met ernaast erbij, 25 kamers. Het Lin Linde Hotel? Uh, Linde Hotel, inderdaad. Ja. En dus, is dat allemaal goed gegaan of ben je daar al een paar keer flink uh, ook gestruikeld qua ondernemer? Of is dat eigenlijk allemaal vrij vloeiend verlopen, dat eerste hotelproject? Nou, uh, dat was wel buffelen. Dat was in het begin ook, ook omdat uh, uh, je bent ben, uh, enerzijds nieuw in het vak, maar tegelijkertijd heb je ook nog uh, te, ma uh, te maken met een hotel wat we hadden overgenomen. Ja, dat was niet helemaal mijn beeld. Hmm. En uh, uh, de omzetten die, 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 die waren wel oké, okay, maar ja, de kosten waren eigenlijk wat, wat te hoog. Hmm. Waardoor eigenlijk op een gegeven moment heel veel dingen uh, nog, nog zelf heel erg uitvoerend was en zo. Hmm. En waaronder, uh, ik heb ook heel lang zelf uh, uh, ook een soort van nachtdienst gedraaid bij het hotel erbij en zo. Meer, meer stand-by nachtdiensten. Maar uh, omdat eigenlijk de, de omzet op dat moment ook nog niet toeliette dat je dan iemand uh, ja. op de nachtdiensten zette. Ja. En uh, dat is op een gegeven moment veranderd toen op een gegeven moment de, de sprong is gemaakt en de rebranding is geweest naar, uh, uh, naar de rebranding Linde Hotel en Boutique Hotel geworden. Ja. Uh, daarmee hebben we de omzet ook wat hoger kunnen opkrikken zodat je op een gegeven moment ook mee kon gaan in, in, in de uh, hogere kosten. Ja precies. Ja. Uh, en daardoor ook wat meer ruimte gekregen om uh, ja, wat meer uh, personeelkosten te maken. Want hoeveel personeel heb je het over in zo'n hotel? Destijds deden we dat met uh, uh, een vijftal mensen. Dat was ja. niet zo heel veel. Nee. En nu? Uh, datzelfde hotel. Ja. Is, nou, dat is wel iets groter geworden. En, en inmiddels uh, zitten we uh, zitten op het dubbele. En hoeveel mensen heb je totaal in al je bedrijven werken nu, op dit moment? Uh, als ik alle hotels bij elkaar optel en, foodhallen en, en en dan zitten we uh, over de 200. Dat is best veel. Ja, <laughs> uh, gelukkig. Ik wens je veel personeel. Was toch was het geen Chinese uitspraak trouwens? Of was het, uh... het is meer een Jiddische uitspraak. Ah, oké, okay, oké. Okay, ja, okay. ja Jiddische, ja, inderdaad. Ja. Um, de foodhallen. En de, dat, uh, Hoe heette dat hotel? Heet het Meester Jordaan? Mr. Jordaan, Mr. Ja. daar wil ik het toch nog even over hebben. Maar laten we met de voethallen, want veel mensen zeker uit het Amsterdamse net, nou, trouwens niet meer alleen Amsterdam, hè? Dus voethallen Amsterdam. Het zijn oh, nu... Rotterdam is ook een uh, ja. ja. En um, er is ook nog een filiaat in Den Haag, maar daar ben ik niet uh, uh, zelf bij betrokken. Nee, uh, totaal niet, of nog wel qua, qua merkrecht hmm. of zo. Is dat echt een heel los project? Het is een lo los. Okay. Uh, okay. Ja. Maar die voethallen Amsterdam, dat is ook wel een project geweest, denk ik, hè? Hoe hoe kwam je daarmee in aanraking? Uh, dan is eigenlijk ook uh, ontstaan uit uh, uh, ja, geïnspireerd door, door, door uh, het reizen en, en de verschillende wereld uh, in verschillende werelddelen met, met verschillende food markets. Ja. En er is op een gegeven moment een gedachte gekomen bij, uh, bij mij en mijn compliance van uh, al die foodmarkets die we overal op, op de wereld tegenkomen, maar waarom bestaat dat niet in Nederland? Nee, nul. Ja. Nee. en... Ja, we hadden altijd zo'n idee van nou, daar zal wel een reden voor zijn. Uh, we, hebben geen, we hebben de eetcultuur niet voor. Uh, we hebben niet uh, de, de tropische klimaten die, uh, waar we zien. Ja. Uh, er is uh, regel en wetgeving die dat tegenhoudt. En, zo. en op een gegeven moment zijn we uh, ook op, bij een aantal voetmarks tegengekomen in, in landen zoals uh, uh, Engeland, uh, Zweden. Uh, Denemarken. Dus klimaat viel al af. als... Uh, klimaat als, viel als argument uh, al ja, ja, eigenlijk wel ja, af. Ja, ja. En daar zag je ook, ja, het zijn allemaal landen ook die, die een vergelijkbaar eetcultuur hebben. Ja. En er viel nog een argument dus af. En ja. op een gegeven moment was het zoiets van: oké, maar, okay, maar uh, als we dit soort dingen zien, moeten we dan nog iets mee doen? Of is het eigenlijk mooi op leuk, een leuk uh, verhaal op een bifiltje en stop het in laden? Uiteindelijk hebben we er ook uh, voor gekozen om, om echt werk van te maken. En uh, zijn we mee aan de slag gegaan. Dan hebben we een, eigenlijk eerst een uh, plan geschreven en vanuit dat plan op een gegeven moment op zoek gaan uh, naar een locatie ja. en we hebben altijd wel gedacht van uh, nou de eerste moet wel eigenlijk uh, in Amsterdam plaatsvinden ja. uh, je hebt daar een internationaal setting voor nodig en en die vind je in Amsterdam ja en hoe lang heeft het geduurd vanaf het idee dat jullie met want met hoeveel mensen heb je met drie, drie twee compjons uh, we zijn met vier met vier uh, hoe lang heeft dat geduurd maar vanaf het eerste moment dat jullie dachten van verrek, al de argumenten zijn bijna wel weggevallen, volgens mij moeten we het gaan doen. Tot en met de opening van de foodhallen, waar hebben we het dan over? Qua tijdsbestek? Ik denk uh, dat het toch wel 2,5-3 jaar tussen heeft gezeten. Ja. En wat, was, wat waren de belangrijkste hurdles die je hebt moeten nemen? Wat waren de moeilijkste stappen om tot de realisatie te komen? Locatie. Ja? Locatie was wel een, uh, een belangrijke factor daarin. Ja. Uh, in het begin hebben we heel erg in uh, Amsterdam Centrum gezocht. Waar eigenlijk de, de vierkante meters niet zo snel voorhanden waren. Uh, en daarnaast natuurlijk uh, enorm duurde. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat heeft wel een best wel een grote uh, uh, ja, blokkade gevormd in, in, in de voortgang. Zat Amsterdam erop te wachten? Werd je met open armen ontvangen door Amsterdam met dit idee? Of waren ze huiverig? Um, nou, ik. Ik moet wel zeggen dat in het begin toch wel veel mensen uh, niet het besef hadden van waar we nou exact mee bezig waren. Ja, ja. Dus dat betekende op een gegeven moment ook wel dat je uh, heel goed moet uitleggen en meenemen mensen van uh, dit zijn we van plan en dit zijn de referenties. Ja. En uh, zo hebben wij het nu voor ogen. Mm -hmm. En mensen die vaak op, op, op een food market zijn geweest in het buitenland, die hadden uh, va vaak wel een, een gevoel erbij van. Oh ja. Mm -hmm. dit Begrijpen wij naartoe toe, maar niet iedereen. Mm -hmm. En ja, dat is wel. Uh, uh, ja, toch wel iets geweest waar, waar sommige mensen ook wel. hebben gezegd van: oké, okay, nou, wij, 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 uh, wij vinden het lastig, we weten niet wat, wat, uh, wat we hiermee moeten. En zo. Maar het is uiteindelijk goed uitgekomen, allemaal. Hè? Sterker ja. nog het effect, denk ik, op de hele buurt daar is uh, volgens mij ook heel positief, toch? Ik bedoel, het is niet alleen de voethal zelf, maar het hele, het hele gebiedje eromheen. Het, het, is, uh, het past wel, hè? Ja, nou, het heeft enorm een enorme boost gegeven ook, ja. uh, het project, uh, aan, aan, aan de hele buurt. Ja. En het uh, paste uh, op dat moment ook wel heel goed in de, de visie van Amsterdam. Um, op dat moment kwamen best wel veel mensen naar Amsterdam als, uh, uh, als toerist, uh, als reiziger. En ze wilden meer uh, spreiding hebben uh, vanuit het centrum. En uh, ja, wij zitten in het Oud-West, ja. net buiten het centrum. Ja. Dus dat kwam er heel goed uit. Ja. ja. Uh, Zometeen even naar een, naar een soort totaalplaatje toe hoor, maar eerst nog eens een paar projecten, want zijn, ze zijn allemaal redelijk kleurrijk, vind ik. De, 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 als we het hebben over Mr. Jordaan, wie is dat? Mr. Jordaan is een concept waar we eigenlijk gebaseerd hebben op de vorige eigenaar waarvan het hotel hebben overgenomen. Speciaal project voor jou. Of tenminste de, de, de persoon, denk ik. Die daar, die, de, ja, ook wel, omdat uh, uh, meneer van Vanne heet hij. Ja. En um, hij bleef eigenlijk nog wel deels betrokken bij, na, na, na de overname. Um, hij had op een gegeven moment het hotel uh, verkocht. En ter voorbereiding daarvan had hij al, uh, ja, eigenlijk in dezelfde uh, straat, had hij, uh, uh, zijn woning neergezet. Hm. En dat was ook nieuwbouw. En hij had verder zelf uh, 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 geen kinderen, uh, geen opvolging binnen in de familie. En daarom is hij op een gegeven moment ook uh, verder gaan kijken van oké, okay, ja, wie wordt mijn opvolger en aan wie wil ik het hotel verkopen? Uh, hoe zorg je nou dat het uh, verhaal van uh, Hotel Verona uh, ja toch een beetje intact blijft. En uh, niet zomaar een uh, IBIS wordt of wat dan ook. Nee, nee. nee Niks mis mee hoor. Maar nee, nee, nee. vanuit dat, zijn dat perspectief precies. Uh, hij wilde was dat zijn gedachten, zijn gedachten goed moest door. Exact. Ja. En um, doordat hij eigenlijk dagelijks nog aanwezig was in het hotel, hij kwam ontbijten, hij kwam lunchen, ik heb ook vaak met hem uh, uh, in de avond ook gegeten, hebben uh, ja, we ook wel best wel een band opgebouwd. En, en ja, daarbij kwamen ook heel veel verhalen vanuit hem. Uh, verhalen die hij had beleefd in het hotel en, en, en hoe het allemaal is ontstaan. En ja, het zijn eigenlijk hele prachtige verhalen waarvan ik dan ook dacht van, ja, dit zouden mensen moeten weten. Mm. En uiteindelijk bij de rebranding heb ik die verhalen ook gebruikt. Want meneer Volna is eigenlijk in het gebouw van het hotel op de eerste verdieping geboren en opgegroeid. En uh, ja, eind jaren zeventig uh, heeft hij op een gegeven moment bedacht: van, Nou, ik, uh, ik ga een bed verhuren aan een toerist. En dat ging goed. Zijn eigen bed. Zijn eigen bed, ja. <laughs> en zelf op de bank geslapen en zo. En ze dus kregen de sleutel ook nog mee, heeft niet? De hij kreeg de sleutel mee. En de, uh, de sleutel is ook een belangrijk symbool in de hotel sowieso. Ja. Maar dat was destijds echt een huissleutel. En, uh, een Airbnb in van alle letteren dan? van letteren inderdaad. geweldig. <laughs> ja. Dus hij was eigenlijk wel zo'n beetje sinds een zijn tijd vooruit. Ja. En hoe, hoe, die ontstaansgeschiedenis is, is, is vind ik zo prachtig, ja. dat ik ook dat heb gebruikt. En, en Miss Jordaan uh, verwijst eigenlijk naar hem als hotelier, maar ook, hij was ook wel een bekend figuur in de buurt. En uh, ja, daar. daar alles in, in het hotel, qua interieur, qua verhaal, qua tone of voice, heb ik ook wel echt wel op, op, op meneer onder gebaseerd. Hoe trots was hij daarop? Heeft hij nog meegemaakt? Nee, hij heeft niet uh, kunnen ah. meemaken. Want uh, uh, nou wat was het? Ik denk uh, ruim twee jaar na de overname is hij overleden. Hm. Um, nog flinke poos ook uh, heeft hij ook, ook, uh, uh, was hij ook niet zo goed uh, hm. uh, geworden na uh, een tiag. Mm. Dus hij heeft dat hele proces ook nooit, uh, nooit meegemaakt, nooit gezien. Mm. Vanuit de hemel kijkt hij mee waarschijnlijk. Ik denk het wel, en ja. hij, hij let al dagelijks op ons in de zin van: um, We hebben nog een uh, schilderij, een portret van hem hangen in het hotel. Dat uh, iedereen ook weet van wie, wie is Misturaan en dat is meneer Vonden. Uh, wat zijn jouw belangrijkste lessen als je terugkijkt hè, in, de, 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 in de, zeg maar, dat indrukwekkende portfolio wat je hebt opgebouwd? Wat zijn de belangrijke ondernemerslessen die jij aan mensen kan meegeven als je zo'n groei wil? Doen, want je bent soort van of soort van, je bent independent of niet. Van, van, van wie is het concern? Alleen van jou of, of, of verschilt dat per project? Eh, verschil project en, ja. eh, en met met bijvoorbeeld heb ik Compagnons, de hotels doe ook weer apart en zit ook mijn uh, vrouw ook erbij, een, ja. uh, een familie. En, uh, maar er zit geen private equity ofzo nee, als je dat bedoelt. Nee precies. Ja. Uh, die op dit moment bijna overal wel of al in zit of inkomt. Uh, wat zijn jouw grootste groeilessen? Uh, ik denk dat, het, uh, dat je moet oppassen dat je niet te snel gaat. Dat het gewoon, ja, gewoon geleidelijk organisch. Ja. Dat zit hem in, in, in de groei van uh, de, 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 de aantal ondernemingen. Maar ook dat je zelf niet te snel gaat voor uh, de mensen die, waarmee je samenwerkt en zo. En, en, en ook je, 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 je medewerkers. Hmm. Uh, dat, dat, dat is. Dat alles behapbaar blijft. En, 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 en dat uh, ook nog eens in combinatie met een jong gezin. Ja, ja. wat ook belangrijk is. Ja. Maar en... vooral hè, uh, als je het hebt over, over ondernemen, is het denk ik toch ook gewoon belangrijk uh, om gewoon te doen. Uh, je kunt heel veel ideeën hebben, maar als je het al uiteindelijk niet uh, de executiekracht hebt, dan, ja, dan blijft het een leuk idee. Ben jij wel eens bang dat grotere spelers, weet ik veel, te hard de concurrentie aangaan, waardoor jouw bedrijven in, uh, in de problemen komen? Uh, nou, ik, ik let wel op wat er eigenlijk omheen gebeurt. Ja. Uh, en, en, en welke stappen bepaalde bedrijven maken of ondernemers maken. Maar uiteindelijk heb ik daar ook weinig invloed op en zo. Ja. Dus ik probeer me meer te, te richten op waar ik wel invloed op heb. En uh, daar focus ik me op. En, en, en dat, is toch, dat zijn toch mijn eigen mensen. Dat zijn toch mijn eigen bedrijven. En dat is. Uh, gaan voor je, je eigen pad die je kiest. Ja. Of dat nou heel snel is of gewoon traag. Um, ja, het is geen goede of fout. Het is wat, wat op een gegeven moment bij je past. Ja. Jouw ouders, zijn die nog gezond en wel? Ja, gelukkig wel. En hoe, ja. hoe zien, hoe, wat krijg je van hun te horen over hoe je het doet? Uh, nou, ja, we komen uit een cultuur waar niet zo heel erg uh, veel complimenten worden gegeven. Um, maar dat is de afgelopen jaren ook wel wat, wat veranderd. Zo. En, en uh, zij, ze hebben ook wel, hoe ze tegen me aankijken... Ik weet dat ze ook trots zijn, maar ja, dat, dat zeggen ze ook niet zo heel snel. Dat moet dan toch zo so via via even horen van andere mensen. Van, ja, ja. ja, je ouders zijn echt trots op je en zo. Ja, 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 ja. Uh, ja, ik ben daarnaast ook wel voor hun ook een beetje hier en daar wennen... is hoe ik bepaalde dingen aanpak. Omdat uh, in het begin datgene wat ik deed op een gegeven moment... Uh, vonden ze niet meer, uh, ja vonden ze niet per se dat ik dat dat werk was. In hun beleving is is werk nog heel erg uh, uh, handenwerk, operationeel. Operationeel. Ja. En en als je achter laptop zit en bij veel aan het bellen of of heel veel besprekingen. Een zakenman geworden. Hè? Dan dan ja dat dat voor hun uh, niet al per se als werk. Ja ja. ja. Oh, ja, maar dat perspectief is ook ja. weer veranderd. Ja, 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 want ben je nog veel, even in je ouders perspectief, aan het werk? Of is het echt alleen maar besturen, vergaderen, plannen maken? Uh, sta je nog wel eens ergens in de spoelkeuken? Of uh, bij, een, uh, bij een desk? Of, uh, nee, haast niet meer. Tijdens nee. de pandemie heb ik dat nog wel, uh, wel eens gedaan. Ja, snap ik. ik op een gegeven moment uh, nodig was. Uh, maar dat is eigenlijk ook niet meer te doen. Ik, door de jaren heen heb ik op een gegeven moment ook... Uh, voor mezelf ook een aantal dingen moeten leren. In mijn eigen persoonlijke groei. En je bedrijven groeien, maar je moet zelf als persoon ook. Ja, groeien. wat denk je? Je moet leiding gaan geven. Ja, en, en dat is veel meer dat ik uh, uh, minder in mijn bedrijf ben gaan werken, maar meer aan mijn bedrijven. Ja. En ja, dat heeft toch ook uh, even een poos geduurd voor, voor dat besef ook bij mij kwam. Ja. Ja. Als we kijken naar de toekomst, hoe ver kijk jij dan vooruit? Um, ja. Ik heb geen geen plannen voor over vijf jaar wil ik daar of of tien jaar moet ik zo uh, op, op, op 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 dit niveau zijn. Ja. Dat hebben we momenteel niet. Uh, ik was stiekem samen met mijn vrouw een droom om uh, ja een klein keten van 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 van, 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 van boutique hotel, boutique hotels te openen. Uh, we hebben natuurlijk succes gehad met de uh, Collector Hotel en uh, en daar heb ik ook prijzen mee gewonnen. Ja. En daar willen we toch gaan kijken of we dat ook verder kunnen uitbouwen. En zo. Um, maar op de korte termijn is heel erg de focus uh, op, op het gezinsleven. Want we uh, verwachten binnen nu en uh, een aantal dagen toch uh, een, een derde kind erbij. Ik zag ergens een recente foto voorbij komen met volgens mij de vrouw naast jou, die waar ik van nu zeker weet dat het jouw vrouw was. Ja. Want ik zag al dat, uh, dat er een baby in de buik zat. Ja. Zeg maar. Oké, okay, dus dat is ook prioriteit. Is ook uh, een manier van ondernemen. Er zijn ook genoeg ondernemers die gewoon met 100 uh, uur per week gewoon doorrammen. Uh, en zoiets hebben van uh, business is business. Maar zo zit jij dus niet in de wedstrijd. Jij geeft dit absoluut prio. Uh, ja, ook dat is denk ik ook door de jaren veranderd. En, en, ja. en de dingen die je meemaakt, die neem je mee. En dat uh, uh, ja, leidde tot ook weer andere keuzes en andere beslissingen. Ja. Uh, die 100 uur heb ik zeker ook gemaakt. Ja, ja. En, en, en de vol voor gaan. Uh, dat was ook een bewuste keuze geweest om dat te doen. Mm -hmm. uh, een keuze die ik ook gezamenlijk ook met mijn vrouw heb gemaakt van oké, okay, we, uh, 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 we zitten nu in een bepaalde flow. En die flow willen we nu pakken. Ja. En uh, dat betekent wel dat het gezinsleven uh, iets minder onder de lijden heeft. Maar dat compenseren we door over een aantal jaren er hopelijk van te profiteren. Ja. En uh, uh, ja, zo zijn we ermee aan de gang gegaan. En die keuzes hebben we samen gemaakt. En uh, ja, nu. Is denk ik het uh, ondernemersleven ook een beetje uh, ja, het schommelt hè, ene keer heeft uh, de zaak meer prioriteit, een keer ja. heeft het gezin meer prioriteit. Dat is ook weer het mooie van ondernemerschap. Hè? Vind ja. ik dat het niet altijd uh, hetzelfde is van 9 to 5. Ja. Hey, en tot slot, als we nou kijken, je hebt een aantal duidelijke lessen uh, van, je, uh, van je ouders uh, meegekregen. Uh, nu ben je zelf ouder. Ja. Uh, wat zijn de lessen die je jouw kinderen gaat meegeven als ze straks opgroeien en wat groter worden en brutaal gaan doen tegen je? Wat zijn dan de levenslessen die je ze gaat meegeven? Um, ik denk dat het voornamelijk ook is dat ze een uh, goede mentaliteit uh, krijgen. En dat betekent ook gewoon, uh, ja, wat is goed? Vanuit onze cultuur is heel erg van uh, respect voor de ouderen, respect naar andere mensen. Dus respect is een belangrijk onderdeel van ervan. Hm. Um, Zorgen dat, uh, uh, dat ze ook uh, naast dat ze een goede opleiding hebben, dat ze ook een beetje street smart zijn, hè, als ik zo mag zeggen. Ja. Um, en uh, ja, helpen om, om te werken aan hun uh, ja, zelfstandigheid, maar ook, ook, ook uh, zelfvertrouwen. Um, dat is niet per se een les, mm -hmm. maar wel ja, iets wat ik denk ik vanuit mijn eigen geschiedenis. Uh, uh, ja, misschien ook een beetje heb gemist in, in, in mijn jeugd, omdat mijn ouders zo druk waren met de zaak. En dat is helemaal geen verwijt of wat dan ook ofzo. Nee, nee. uh, want zij hebben het natuurlijk ook altijd op hun manier het beste voor ons uh, uh, willen hebben. Maar dat komt voor natuurlijk ook gewoon op de dingen die, die je zelf hebt meegemaakt. Ja. Ja. Waardoor je nog wel eens last hebt gehad van een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja, het is toch best wel uh, vanuit onze cultuur prestatiegericht. Ja. En uh, weinig complimenten ja. uh, voelt vaak als goed is nooit go goed genoeg. Ja, best hard. Ja, ja. ja. Maar aan de andere kant, al, al dat soort dingen hebben me we, we wel gebracht tot waar ik nu ben. En we hebben hem ook gevormd tot de persoon die ik ben. Dus, ja. uh, dit zeg ik natuurlijk achteraf. Destijds stond ik heel anders in natuurlijk. Ja. is ja, ja. We ja. ook, ook weer een van de mooie dingen van wat ouder worden. Ja. ja. Dus, uh, en daarnaast hoop ik dat ze ook veel. ...lessen uh, uh, meekrijgen van andere mensen. En wat ik daar ook mee bedoel is van... ...ik heb nooit echt voor andere mensen gewerkt. Ik hoop wel, stel voor als ze nog verder zou willen... ...en we zijn nog steeds een familiebedrijf en, en, en alles staat er nog... Uh, ...en ze zou verder willen in het familiebedrijf... ...dan denk ik toch goed is dat ze eerst een aantal jaren... ...bij onder iemand anders, onder iemand anders hoede komen ja. te staan... En, en, ...en daar ook gaan leren en ontwikkelen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Tibou. En ik wens je heel veel succes met het verder uitbouwen van wat je al hebt opgebouwd. Dankjewel dat jij mijn gast was. Dankjewel en dan dankjewel voor huidig. Leuk om te zijn. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersgesprek op CWD-TV, zoals ik ze zo super graag maak. En heb je zitten luisteren naar de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Zit je op Spotify of op een ander kanaal. Abonneer je dan op 7D tv En laat ook een review achter wat je van dit gesprek vond. Ik ben erg benieuwd en vind het leuk om dat te horen. En zit je op YouTube te kijken. Blijf dan even hangen over een paar seconden. Twee nieuwe video's en uiteraard hieronder subscriben. En je mist helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi.